Stop sharing. Ja, beste mensen, welkom bij deze uitzending. Dat is Mwambi International Network. En wij willen ons even nu verontschuldigen voor de vertraging. Ik heb een hele belangrijke gast en dat gaat goed komen. Daar ga je weer. Marvin Hoogstam. En Marvin Hoogstam is een grote journalist, uitgever van Afro Magazine. En hij is ook medewerker van het ROC Amsterdam. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar hoe gaat het? Goedenavond, Marvin. Goedenavond, Alfons. Bedankt dat je me uitnodigt om in jouw programma te zitten. Ik ben zo blij dat ik jou hier mag hebben. Het is een eer voor mij en voor de mensen die naar ons luisteren. We leven in een hele moeilijke periode, Marvin. En, het tijdperk COVID-19, ofwel coronavirus. Hoe beleef jij deze periode? Ik denk zoals iedere andere persoon. Het is een periode waarin we één voornamelijk voor onszelf als gemeenschap beschikbaar moeten zijn, want we hebben het allemaal moeilijk. We hebben allemaal uitdagingen. Mm-hmm. En dit is dus de periode waarin wij kunnen laten zien dat we snappen dat we allemaal op één wereld samenwonen en dat we het samen moeten doen. Maar daarnaast ben ik ook heel erg bezig met dingen waar ik die ik belangrijk vind. Mijn familie, mijn gezin. Mm-hmm. Ook mijn werk. Naast het werk voor het ROC van Amsterdam, mijn schrijfwerk. Ik ben heel erg aan het schrijven, omdat er heel veel loskomt in zo'n periode. Dat gaan we bespreken straks. Dat gaan we bespreken straks. Maar ja. Wat houdt jou bezig op dit moment? Wat mij bezighoudt? Ja. Wat mij bezighoudt is hoe wij als gemeenschap, mm-hmm. hoe wij als wereld hier beter uitkomen. We gaan dit alleen maar samen kunnen overwinnen. En hoe we als gemeenschap hier beter uitkomen, dat is wat me bezighoudt. Ik maak me daar soms heel druk om. Mm-hmm. Want je ziet toch nog mensen zich naar mijn mening bezighouden met dingen die er nu niet toe doen. Complottheorieën en... ik vind dat we ons in deze periode echt moeten bezighouden met hoe worden we... betere mensen, hoe maken we een betere wereld? Ik heb verschillende uitspraken gehoord waar ik het helemaal mee eens ben. Mm-hmm. Mensen die me die het heel mooi zeiden, dat iedere crisis opportunities biedt. Ja. En iemand anders zei ook heel mooi in het Mandarijns, mm-hmm. Is het teken voor crisis hetzelfde teken als voor kans. Oké. Okay. Weet je wel, daar hou ik me dus echt mee bezig. En dat hoor ik heel veel terugkomen. Ik heb... Ik weet niet of het waar is, maar er is wat iemand mee gezegd. Nee, maar ik heb heel veel mensen horen hier bij mij gehad. En ik heb dat gehoord, ook bij mensen. Beste mensen... Ik heb hier dus meneer Marvin Hoogstam. Ik ben Alfonso Mwambi.
Ik heb de eer om hem hier bij mij te hebben. En we gaan praten over de COVID-19 en hoe dat allemaal gaat hier in deze intelligente lockdown. En hoe vind jij dat intelligente? Hè? Wat is dan, wat is er intelligente aan onze lockdown hier in Nederland? Ik vind het mooi dat je het intelligent noemt. Want we zijn nu allemaal samen in het donker. En we doen alsof we op onze horloges kunnen kijken, terwijl we niks zien. We varen blind. Er wordt gesproken over een virus. Waarvan men zegt af te weten waar hij vandaan komt. Er wordt gesproken over intelligente lockdowns. Er wordt gesproken over social distancing, anderhalve meter afstand. En dan wordt er nu alweer gesproken over langzaam maar zeker dingen relaxen, mensen weer de gelegenheid geven om terug te gaan naar het werk. Er zijn mensen die dat eisen. Van ik wil naar de kapper, ik wil naar de sportschool kunnen. Ik vind het allemaal vreemd dat men dat onderdeel noemt van een intelligente lockdown, omdat je niet intelligent bezig kan zijn als je niet weet waar je tegen vecht. We zitten allemaal in het donker. Ik heb geen idee waar we mee bezig zijn. Dus voor mij is het, en ik denk voor de hele wereld, is het iedere dag afwachten. Hoe verder? Dus ik vind het maar vreemd dat we maar het woord intelligente lockdown blijven gebruiken. Maar waarmee kan je deze crisis vergelijken? Heb je ooit een crisis meegemaakt van deze omvang? Nou, zo oud ben ik ook weer niet. Maar deze crisis maak je de kinderen mee, hè? Ook in Nee. 2008 is er een financiële crisis geweest. Dus het heeft niks te Ja, maken nou, met de leeftijd. dit kan je nergens mee vergelijken. Een tijdje geleden was van mij de eerste of de tweede persconferentie van Rutte. Toen werd aangekondigd dat het scholen, dat de eindexamens van scholen, dat de schoolexamens zouden gelden als Als eindexamen, voor een eindexamencijfers. Dus dat de eindexamen, de centrale examens, zouden komen gevallen. En toen drong het op me door dat het een heel erg precedent schept, want dit is nog nooit eerder gebeurd. En Klopt. toen kreeg ik te horen van ja, nee, dit is wel gebeurd. De laatste keer dat dit gebeurde was in de Tweede Wereldoorlog. Dit is een oorlog. Je weet niet wie die vijand is. Je weet niet eens hoe je moet aanvechten. Dus ik vergelijk dit heel erg met de oorlog. Maar iedere oorlog schept kansen. Iedere oorlog schept kansen. Het is een revolutie, een omwisseling van wat was naar wat komt. En ik zei zojuist dat jij dus journalist bent. Je bent ook uitgever van de Afro Magazine. Besteed jij ook aandacht aan deze crisis in jouw schrijven, in jouw Afro Magazine? Ik heb er een aantal artikelen over geschreven. Ik maak me, zoals ik al zei, heel erg druk om Afro Magazine richt zich, zoals de naam doet vermoeden, op de Afro-gemeenschap in Nederland. Wij hebben een heleboel verhalen. Zo ken ik jou ook. We hebben een heleboel verhalen die de mainstream media nooit bereiken. Die de mainstream media links laat liggen. Dus toen ik hier kwam wonen 8 jaar geleden, heb ik besloten om een tijdschrift te starten, een platform te starten dat aandacht besteedt aan die verhalen die nooit worden verteld door mainstream media. En zo vind ik het dus ook heel erg verontrustend dat iedereen zo'n beetje voorbij gaat aan de Afro-gemeenschap. Ik was heel blij met Beryl Biekman van het landelijk platform Slavernij Verleden, die een week of 3 geleden zich ook hierover uitte en schreef. En ik heb samen met haar
een interview gedaan waarin zij zich uitsprak over het feit dat de mainstream media, je heel weinig of bijna nooit, zelfs nooit, een persoon van kleur ziet in de panels die praten over, over COVID-19. Mm-hmm. Ze maakt zich druk. Ze zei ook heel terecht, wie je niet ziet, hoor je ook niet, weet Klopt. Je wel? Ja. En dus we zijn zo'n beetje een vergeten gemeenschap geworden. En dan vergelijk ik het met Amerika en Engeland, mm-hmm. waar de zwarte gemeenschappen het zwaarst getroffen worden door COVID-19. Ik heb daar een aantal artikelen over geschreven, mm-hmm. waarin ik me zorgen uitspreek over het feit dat we doen alsof het allemaal hier wel goed zit, terwijl we dat niet weten. En kom jij, omdat je daarover schrijft, je schrijft over de gemeenschap, kom jij ook zorgmedewerkers tegen die vanuit onze gemeenschap die ook actief zijn in de zorg en actief te maken hebben met de zorg, met COVID-19? Ik moet eerlijk toegeven waar ik niemand, geen enkele zorgmedewerker specifiek persoonlijk gesproken heb. Ik ken er eentje die zich inderdaad regelmatig uitspreekt over over COVID-19, mm-hmm. Maar ik heb zelf niemand gesproken. Het enige wat ik dus heb, is dus één persoon die zich altijd uitspreekt namens de gemeenschap, mm-hmm. Beryl Wiekman. En die heeft daar een rapport over geschreven en daar heb ik dus een paar artikelen aan gewijd. Want ik hoorde haar ooit op de radio ook zeggen van, we moeten even kijken hoe er wordt omgegaan met de zwarte gemeenschappen in Nederland. Ze vergelijken ook een beetje de situatie van Nederland met die van Amerika. Niet zozeer zwart op wit, maar om te kijken qua statistiek hoeveel zwarte mensen hier overlijden. Onderschrijf je dat idee? Is dat niet etnisch profileren? Het is niet verantwoord om het niet etnisch te benaderen. Mm-hmm. In Amerika is de zwarte gemeenschap het meest getroffen. Even kijken hoor. In Chicago bijvoorbeeld is 72% van de sterfgevallen van zwarte afkomst, van Afrikaanse afkomst. Mm-hmm. En als je dat als voorbeeld neemt, en de reden waarom 72% van die mensen in die stad geraakt zijn, zwarte mensen zijn, mm-hmm. is omdat ze disadvantaged. Wat is het woord nou? Ze leven in armere gemeenschappen. Mm-hmm. Ze kunnen het zich niet veroorloven om thuis te blijven. Ze moeten naar het werk. Dus zij worden het meest geraakt. Ik zeg niet dat je die, en dat zegt Beryl volgens mij ook niet. Ze zegt niet dat je dat kan kopiëren naar de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Ze vraagt van, hé jongens, daar ligt het fout. Mm-hmm. Omdat mensen in achtergestelde wijken wonen, omdat mensen moeten werken. Mensen werken als zorgverleners. Hier ook. Hier wonen mensen ook in achtergestelde gemeenschappen. Hier hebben ook mensen baantjes die van ze eisen dat ze moeten gaan werken. Hier hebben mensen ook baantjes in de verpleging. Maar vind je dat niet in elke etniciteit hier, ook de Hollandse etniciteit, vind je niet dat er ook mensen in de extreme armoede leven en die ook daarmee te maken absoluut, kunnen hebben? Mm-hmm. Absoluut. Maar het punt dat zij maakt en dat ik ook maak, is dat aan hun wel aandacht wordt besteed. Ja, ja. Ja. Wel? En aan die zwarte gemeenschap, mm-hmm. aan die specifieke tekortkomingen van die zwarte gemeenschap, gaat iedereen voorbij. Weet je wel? En nogmaals, zij zegt niet, ik zeg ook niet dat het zo is. Mm-hmm. Zij vraagt alleen maar van, hey jongens, kunnen we daar ook even aandacht aan besteden? Want het gebeurt in Amerika en het gebeurt ook in Engeland, waar mensen uit minderheidsgroeperingen, die werken als busdriver en als verpleger, dat die het hardst geraakt worden.
Maar wij zelf, wij de zwarte gemeenschap, wat doen wij eraan? Ik vind het heel mooi wat jij doet. Ik vind het heel mooi wat jij nu doet. Dat je je eigen platform start. Want nogmaals, ik blijf het zeggen, dit schept kansen. We moeten ons gaan aanpassen aan de nieuwe situatie. En je kan blijven gillen en blijven klagen. Maar ondertussen kan je ook actie ondernemen en je eigen Absoluut. ding gaan doen, Ja. waarmee je een voorloper wordt op die toekomst waar we naartoe gaan. Ja. Dat jij dus nu je eigen platform hebt, Alphonse Mwambi International. Mwambi International Network. Ja, is toch prachtig? En dat je dat gebruikt om via Facebook Live met mensen in gesprek te gaan en over hoe ze het doen. Ik geloof heel erg in best practices. Er zijn een heleboel mensen. Ik sprak vandaag iemand in Rotterdam, Alice Fortis, die sprak in Rotterdam. En die is met een aantal ondernemers in Rotterdam is ze bezig, is ze aan het proberen hoe dat nou, activiteiten te ontplooien om ondernemers uit de gemeenschap op weg te helpen en ideeën die ze misschien hebben, aanpassingen die ze misschien willen brengen in hun bedrijf, om die te helpen op weg te komen. We moeten van elkaar leren. En nogmaals, dat vind ik dus mooi dat jij dat doet, want als we elkaar onze verhalen vertellen, Ja, dan leren we van elkaar. En dat is wat natuurlijk. jij dus faciliteert nu. Natuurlijk. Vind ik heel Nou, mooi. Mijn complimenten. dat is mijn compliment is wederzijds, want ik kan het niet alleen doen, daarom doen wij dat samen. 8 jaar geleden zei je, je komt naar Nederland. Waar kwam je vandaan? Oh, oké. Ik heb een hele rondreis gemaakt voordat ik in Nederland belandde. Want Het ik laatste. zag een foto van jou ergens in China. Kwam je uit China misschien? Nee, ik kwam niet uit China. Ik heb voornamelijk. Ik ben geboren in Suriname. Heel lang geleden. En ik heb. Ik heb tot mijn. 23ste, denk ik, 24ste, heb ik er permanent gewoond. Heb ik permanent in Suriname gewoond. En ergens rond 93 begon ik te zwerven, het Caribisch gebied in. Ik had al heel gauw door dat ik journalist wilde zijn. Maar Maar toen waar ik in journalist werd, Caribisch gebied, waar? ja, dus toen ik journalist werd, had ik heel gauw door dat ik het Caribisch gebied in wilde gaan. Dus ik heb al die eilanden en al die Caribische landen zo'n beetje, heb ik een beetje doorspit. Ik ben begonnen in Guyana, Barbados, Jamaica. Al die eilanden heb ik gewerkt als journalist. Ik heb een aantal journalistieke awards gewonnen toen ik er woonde. En uiteindelijk kwam ik in 1997 in Sint Maarten aan. En daar heb ik lang voor kranten gewerkt. Pardon, heb ik lang voor kranten gewerkt en uiteindelijk ook nog als communications consultant. En in 2012 ben ik naar Nederland verhuisd vanwege verschillende persoonlijke omstandigheden. Dus jij bent, je hoort hier thuis bij de zo'n Mwambi International Network, Ja, maar ik hou van het internationale. want. De wereld is groot. Tegelijkertijd ook heel klein. En we zijn allemaal maar mensen. En ik kan me niet voorstellen dat ik. Ik zou me niet, ik zou mijn le mijn leven niet anders kunnen voorstellen dan constant nieuwe dingen meemaken. We zijn nomaden. Ja. Daarom ben jij hier vandaag, ben ik hier vandaag. En daarom zijn er witte mensen in Afrika, daarom zijn er Chinese mensen in Antarctica. Ja, We zijn ja. nomaden en ik vond het heel mooi Dat om zeg het maar, sorry. vind ik heel mooi, dat nomaden zijn. Ja. Jij zit hier, je bent Surinamer, maar je bent internationaal. Al die Caribische eilanden ben je daar geweest. Volg jij een beetje deze crisis? Daar, hoe die dan aangepakt wordt. Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik ben heel nauw in contact, regelmatig, bijna elke dag met Sint Maarten.
Ik een beetje minder met de andere eilanden waar ik nog contacten heb. Maar ik volg het wel. En ja, ik heb de laatste ontwikkelingen niet gevolgd met betrekking tot de maatregelen die de overheid zou treffen met betrekking tot die eilanden, Sint Maarten, Curaçao, Aruba, Saba en Sint-Eustatius. Het laatste heb ik niet gevolgd. Maar wat ik me nog kan herinneren toen dit net begon, was dat Nederland had laten weten dat die eilanden konden rekenen op steun, maar er niet vanuit moesten gaan dat het een gift zou worden. Het zou een soort lening worden. Dus dat stoorde me heel erg. Dus dat is een beetje een soort van Italië, hè? Ten aanzien van Europa. Maar dat kunnen wij niet zo stellen. Kijk, die eilanden horen bij het Koninkrijk der Nederlanden. Dus het is Nederland in het groot. Nou, Dus. het doet me denken, het doet me even denken aan toen Sint Maarten 2 jaar geleden werd geraakt door die zware orkanen. En mensen alles verloren. En een paar mensen naar Nederland kwamen omdat ze daar alles kwijt waren. Ze hebben een Nederlands paspoort, dus ze sprongen op het beste vliegtuig en ze kwamen naar Nederland. En hier kregen ze te horen dat ze vluchtelingen waren. Hoe kan je nou vluchteling zijn als je deel bent van het Koninkrijk? Weet je wel, dat stoorde me heel erg. En ik heb daar toen een opiniestuk over geschreven waarin ik zei van hey, ik vind dat Nederland voorbij gaat aan zijn historische verantwoordelijkheid jegens deze mensen, jegens deze gemeenschappen. Die eilanden zijn gevormd, die gemeenschappen zijn gevormd. Hetzelfde geldt ook voor Suriname. Het is een gemeenschap die gevormd is Maar vanwege Nederlandse aanwezigheid daar. is er in Nederland zo'n lobbygroep of een organisatie die daarover gaat, die dat probeert Maar dat weet ik niet. Ik weet dat er gesprekken gaande zijn. Ik weet dat er inmiddels wat nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Dus ik praat nu op basis van informatie van een maand geleden. Want toen stoorde het me heel erg. Ik heb me dus sindsdien niet heel erg bezig gehouden met de jongste ontwikkelingen daaromtrent. Iedereen heeft zijn eigen manier om met COVID om te gaan. Maar wat ik dus toen, wat me toen stoorde, was dus die uitspraak dat die eilanden niet hoefden te rekenen op het gift. Maar alsof die eilanden niet hebben bijgedragen aan al die goudstaven hier bij de centrale bank. Zo erg vond ik het. Nee, daarom. Maar ik denk misschien dat inmiddels alles is gaan evolueren en dat Ik er hoop het. Ik hoop het echt. Je geeft me echt nu de taak om het weer even te gaan onderzoeken, want ik heb me er niet meer mee bezig gehouden. In ieder geval niet diepgaand. Dus misschien moet ik het weer even gaan doen. Als je me uitnodigt voor een volgend gesprek, Dan gaan kan we ik je dat wat meer bespreken, precies. bijleggen. Maar vertel, jij bent, ben je ook leraar? Wat doe je bij het Oh ROC nee. in Amsterdam? Ik werk voor het ROC van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. Ja, het is ook een lang verhaal hoor, als je dat wil horen. Ik belandde in 2012 in Nederland. Ik wilde heel graag als journalist weer aan de slag. Maar de journalistiek hier trok me niet echt aan. En ja, ondanks mijn opleidingen en mijn awards en dergelijke kwam ik ook niet aan een baan. En uiteindelijk belandde ik dus bij het ROC van Amsterdam, waar ik projectleider werd van het Weekend College. En het Weekend College, dat is een leerondersteuningsorganisatie waar studenten uit Amsterdam Zuidoost terecht zijn voor hulp bij vakken waar ze problemen mee hebben. Maar we doen ook aan algemene ontwikkeling. Het is toevallig zo dat een groot deel, bijna 99% zou ik bijna durven wedden, van onze studenten van Afrikaanse afkomst zijn. En omdat ik vind dat het onderwijssysteem hier in Nederland voorbij gaat aan culturele identiteiten van niet
autochtone Suriname, van niet-autochtone Nederlanders, probeer ik daar dus een slag in te slaan. En samen met mijn collega's proberen we dus bij te springen in het vormen van deze Nederlanders, hun identiteit. En welke leeftijdscategorie praten we daarover? We hebben drie organisaties binnen het Weekend College. Mm-hmm. Eén is dus het Weekend College, dat is voor VMBO-studenten. Mm-hmm. Van brugklas tot de examenklas. Mm-hmm. Dan hebben we To The Top. Dat is voor HAVO en VWO-studenten, ook vanaf de brugklas tot de examenklas. En daarnaast hebben we Studimax. Dat is er voor MBO-studenten door heel Amsterdam. Dus we hebben studenten vanaf een jaar of 13. Ik heb zelfs een 35-jarige mevrouw die oorspronkelijk uit Santo Domingo komt. Mm-hmm. Die nu op MBO-niveau studeert. Die ook nog bij ons komt iedere zaterdag. Mm-hmm. Maar zit zij op VMBO omdat zij de taal niet kan? Omdat ze niet slim is? MBO. Dus. MBO, ja. Het is gewoon een gedreven mevrouw die, mm-hmm. Die nu besloten heeft, ze woont nu al een aantal jaren hier, en ze heeft nu besloten om inderdaad terug te gaan naar school. En ze heeft, ik weet even niet wat haar toekomstige doel is, maar om dat doel te bereiken moet ze wel eerst even een brug slaan tussen wat ze nu is en waar ze wil terechtkomen. Dus ze heeft even gekozen om... Om terug te gaan naar het MBO. Van mij wil ze verpleegster worden. Oké. Okay. Nee, want ja. Ik stel die vraag omdat ik zelf docent wiskunde ben. Dat is mijn beroepsstudie. En ik heb te maken gehad met VMBO-studenten. En ik had een paar die heel erg slim waren, maar die... minder goed deden in het Nederlands, hè? De Nederlandse taal. En daardoor ging het moeilijk bij hen. Maar in alle andere vakken waren zij goed. Dus ik heb mij ingezet voor ze, maar ik kreeg dus ruzie met collega's en de directie. Ja. Ja. En dus daarom vroeg ik aan hen. En ik vind dat initiatief heel erg goed. Om in het weekend dus zo'n weekendcollege te organiseren. En hoe nou, wat je net vertelt, maak ik heel erg veel vaak mee. Hè? Dat er studenten bij ons komen omdat ze net gemigreerd zijn uit hun land. Je hebt studenten uit Ghana gehad. Ik heb studenten uit Syrië. Ik heb nu eentje uit Syrië. En twee uit Irak, mm-hmm. die naar ons toe komen. Ze zijn nu een jaar of 3-4 hier. En omdat ze het Nederlands niet goed machtig zijn, belanden ze op een praktijkschool of iets dat ver beneden hun niveau is. Want je ziet aan ze, als je met ze praat, dan voel je ook die drang om op een hoger niveau te gaan studeren. Ja. Dus ik maak dat heel vaak mee. En wat jij net ook zegt, dat je problemen krijgt met je collega's. Wij, mijn collega's en ik, gaan heel vaak mee met studenten naar school om te pleiten voor hun. Maar kijk iets verder bij je neus langs. Mm-hmm. Dit kind hoort hier niet thuis. Met een klein beetje, ik heb heel vaak meegemaakt dat een student, dat meisje uit Syrië bijvoorbeeld, mm-hmm. Kwam bijna huilend naar me toe van, hey meester, ik wil meer. Ik zit nu maar op VMBO en ze willen mezelf afdoen stromen. En als je met de juf gaat praten, dan krijg je te horen, ja, ze kan de taal niet, dus ze moet even achterblijven. Maar ik heb met de juf dus gepleit en dat kind kreeg de kans om het volgende jaar naar MAVO te gaan. En dat is 2 jaar geleden. Mm-hmm. Ze doet nu HAVO 5. Kijk. Weet je wel? Meisje van VMBO, weet je wel? Dus het onderwijssysteem gaat heel vaak voorbij aan de capaciteiten van dit soort kinderen. Ja. Nee, ik denk dat wij in het onderwijs eerder bezig zijn met regeltjes dan met kinderen. Ja, dat is waar. Je begint het gesprek met dat ik journalist ben. Mm-hmm.
En ik vind het altijd heel grappig dat ik daar inderdaad altijd ook aan mensen zeg dat ik journalist ben. Maar eigenlijk ben ik dus meer in het onderwijs bezig dan dat ik Ja. nog steeds met journalistiek bezig ben. En ik kan het niet meer achter me laten, want het is ook, ik vind het heel mooi dat jij mij vertelt dat je wiskundedocent bent. En ik zou je aansporen om je krachten weer te gaan geven aan het onderwijs. Want onze studenten komen niet vaak genoeg docenten van kleur tegen voor de Ja, klas. ja, ja. Weet je wel? We hebben een rol te spelen als mannen van kleur, als zwarte mannen, om andere jongeren, om andere mensen, om jongeren te beïnvloeden, te inspireren om ook meer uitzicht te halen. Want heel vaak, als je ze spreekt, willen ze voetballer worden of willen ze niks mis met voetballen, maar er is meer aan succes te halen Dan alleen dan maar voetbal. en ik zeg ze ook altijd, er gaan maar 11 mannen in een voetbalteam. In Ja. een land van 17 miljoen moet jij een van die 11 mannen worden Precies. die in het voetbalteam terecht kan komen. Dus Maar ja. nu met het coronavirus, heb je daar contact mee op een of een andere manier? Is daar iets georganiseerd? Ja, we doen onze begeleiding nu op afstand. Ik heb een 40, samen met mijn collega, 40, 50-tal coaches onder ons. Die met de studenten op afstand bezig zijn en met hun ouders bezig zijn. Het is heel moeilijk, want de motivatie van de studenten laat soms te wensen over. Dat kan je ook heel goed voorstellen Ja, maar dat dat zijn zij alle ook. studenten. Studenten willen niet leren, liever niet. Ja, maar daarnaast hebben ze ook gewoon. Is het voor hun ook een moeilijke tijd? Ze hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Dus. Ja. Ja, wat jij net ook zegt, onttrek ze even aan die discipline en het valt allemaal weg. Dus het is iedere dag is het wiel opnieuw uitvinden. Maar het blijft heel erg lonend werk. Ik voel me. Je Ja, voelt je ik ben voldaan trots dat als ik je deze. daarmee bezig Ik voel bent. me voldaan, juist. Ja, 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 ja. ja. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Want toen ik les gaf, had ik meer met kinderen te maken dan met collega's. Ik had elke keer ruzie, maar ik ben ook iemand die graag ruzie maakt voor het goede Soms is ruzie functioneel, Alfons. Precies. Dus, maar vertel eens even. Nu is, ja, het corona is wereldwijd bezig. Je ziet hoe chaotisch de hele wereld daarmee omgaat. Je kijkt naar Amerika, je kijkt naar Frankrijk, Italië, China, die overal ja, mondkapjes gaat dumpen. Wat inspireert het jou? Het inspireert mij om te schrijven. Het inspireert mij om. Ik heb een aantal opiniestukken geschreven de afgelopen weken, waarin ik, zoals ik al eerder zei, mensen oproep om terug te gaan naar hun basis. Weet je wel? We zijn de afgelopen 100 jaar, of misschien langer, zijn we heel erg. Ja, gepamperde gemeenschap geworden. Hè? Ik moet nu ineens denken aan hoe heet het nou? Die mintsnoepjes die een tijdje geleden kon kopen. Vroeger moest je een mintsnoepje achter je mond zetten en erop gaan zuigen. Een paar jaar geleden kwamen ze met mintstrips uit. Die legde je op je tong en hij verdween gewoon. Weet je? Je hoeft niet te zuigen. Zelfs het zuigen hoefde we niet meer. We zijn een heel erg gepamperde gemeenschap geworden, waarin we Alles gaat zelf. bijna automatisch. We Alles gaat zijn, bijna automatisch. ja. Je hoeft bijna niks meer te doen. Nee. En nu zijn we geforceerd om even terug te gaan naar de basis. Een paar dingen zijn echt gewoon tot stilstand gekomen. En wij moeten als mensen gewoon even terug naar de basis. En heel veel mensen gaan daaraan voorbij, houden zich bezig met een heleboel andere dingen. En natuurlijk, je moet je druk maken om je toekomst. Maar het is ook,
ik denk dat dit ook even de tijd is om terug te gaan naar jezelf en je af te gaan vragen van hey, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik? Alles is nu even op zijn kant, boven is nu even onder. Wanneer het weer op zijn poten terechtkomt, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een paar stappen vooruit ben? Weet je wel, wanneer je tegenstander slaapt, wanneer je tegenstander vastloopt, dan is het voor jou dat de gelegenheid om hem in te halen. Dus ik vraag, ik probeer, ik ben heel erg daarmee bezig. Ik heb daar een paar opiniestukken over geschreven waarin ik mensen oproep van hey, ga nu even inhalen. Weet je wel, sta niet te kijken naar alles dat vastzit. Ga lopen, weet je wel. Dat is hem. Ja. En als, want wij naderen naar het eind van ons praatje. Zo snel al. Want we gaan Mijn glaasje wijn is nog niet op. maar vertel even, je toekomstplannen, hè? Toekomstige plannen, want straks is de COVID-19 over. Ga je op reis? Ik. Blijf je hier? Want je bent een nomade. Ik weet niet of straks COVID-19 over is. Ik ben ook dagelijks bezig met het nieuws in Suriname. En in Suriname hebben ze al aangekondigd wat ze gaan doen, hoe ze de maatregelen daar gaan relaxen. Hier zie ik mijn zoontje moest gisteren terug naar school. Die zit in Dus is Suriname. Je dit is zoon. hier. Ah, Dit is hier. oké, ja. Ik heb geen kinderen in Suriname. Voor zover ik weet. Maar hier zie ik dus ook maatregelen komen waarin mensen dus langzaam maar zeker weer hun gang zullen mogen. Scholen gaan weer open en dergelijke. Ik hou mijn hart daarvoor vast, omdat we nog geen, er is nog geen vaccin. Er is nog geen, we weten nog niet waar we aan toe zijn. Maak Dat je brengt ons weer terug. je daarom zorgen om je kind? Ik maak me om iedereen zorgen. Ik maak me specifiek zorgen om mijn kind. Ik heb ook een zoon in New York. Ik maak me heel erg zorgen om hem. Want we weten niet eens waar we aan toe zijn. Weet je wel, we weten niet eens waar we aan toe zijn. En we beginnen nu al te praten alsof het allemaal al achter de rug is. Dus ik weet niet of, ik weet niet of we al ready zijn om weer open te gaan. Ik weet niet of we. Ik weet, niemand weet wat er morgen komt. Weet je wel, dus ik maak me daar heel druk om. Of ik op reis ga, ik had eigenlijk dit jaar naar Suriname gewild om mijn familie daar op te gaan zoeken. Gaat dus niet gebeuren. Ik weet niet hoe de zomer eruit gaat zien. Ik ben inderdaad een nomaad, dus ik moet er regelmatig uit. Dus ik weet even niet hoe we dat gaan doen. Maar ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast voor de toekomst, voor de nabije toekomst. Nou, kijk, nu wij over Suriname praten, ik herinner mij nog van die, ik denk, die minister van Veiligheid, die vrouw, Die zei, doe over het. de Dat zijn ze. tequila party. Ja, dat is de directeur van de nationale veiligheid, Danielle Ferreira. Ze zei inderdaad, Het is een maar dat is pittige ook dame, alweer. hè? Ja, en ik vond, maar kijk, en ja, en daarom, je mag zeggen wat je wil over een militaristisch bewind, maar dat stukje militarisme, hoezeer ik het ook soms kan haten, hoezeer ik er zo ook soms een hekel aan heb, dat militarisme, dat autoritaire, dat je moet doen wat ik jou zeg om te doen, hoezeer ik daar ook een hekel aan heb. Vandaag de dag heeft Suriname geen enkele, hoe heet dat nou, COVID-patiënt in het ziekenhuis. Geen enkele. Ja, en dat Geen komt, enkele. dat is ook Dat mede te komt danken door dat aan militarisme. haar, hè? Ja, Al die het duurt tequila lang. party mensen oppakken en in de gevangenis stoppen. Ze hebben meteen keiharde maatregelen getroffen. En het heeft gewerkt. Het buurland Guyana heeft volgens mij 75 mensen die nu geïnfecteerd zijn. In Frans-Guyana
aan de oostzijde van Suriname, hebben ze vorige week 15 of 17 nieuwe infecties Ja. gedetecteerd. Weet je, Ja. in Suriname hebben ze op dit ogenblik geen enkele. Ah, kijk eens aan. Nee, maar Ja. dat is goed nieuws. Kijk, als het gaat om de manier waarop de crisis wordt aangepakt, je kan niet alleen maar praten over de verschillen tussen Suriname of Afrika en hier, maar je kan ook kijken hier naar de buren, hè, tussen Nederland, België, Frankrijk en zo. En die verschillen zijn zo groot, hè? Het is afhankelijk van de cultuur, van het temperament. Het heeft te En maken met cultuur. ja, dus dat is. Zou het kunnen dat Mark Rutte zich gaat gedragen als die mevrouw Dat zal in nooit werken. Suriname? Dat zal nooit werken. Dat zal nooit werken. En jij zegt het zelf ook. Het is een andere gemeenschap. Het is een hele ander soort. Ja, mensen hier zouden dat niet pikken van zo'n directeur nationale veiligheid die zou zeggen: doe het, doe het. Dat zou hier niet werken. Je zou ellenlange opiniestukken in de kranten krijgen. Je zou Je krijgt allerlei oorlog. mensen krijgen die zich ertegen zouden gaan verzetten. Maar nogmaals, je hebt geen mensen die daar. Zo'n afgelopen weekend heb je ze weer gehad, die mensen hier die met z'n allen naar het strand gingen en Ja. die gingen zonnen. Ja. Dat heb je daar dus niet. Ja. Dat heb je daar dus niet. Hey, maar hoe is het in de Congo als ik jou even mag interviewen? Ja. Nee, maar in Congo is het bijzonder. Het is Ja. bijzonder omdat op het gebied van coronavirus heb je daar iets van 800 besmettingen. Trek het naar Hoeveel de mensen 1000 wonen in het toe. land? Wat zei Hoeveel je? mensen wonen in het land? Hoeveel mensen wonen in het land? 80 miljoen. Oké. Oké, dus dan heb je. En al die besmettingen komen uit Europa, uit mensen die vanuit Europa komen. Dus het zijn of mensen uit Congo, of witte mensen. Of, dus die, dat is gewoon een geïmporteerd virus. Maar het mooie van. Dus de grenzen zijn gesloten. De mensen zijn. Ja, 50 mensen zijn doodgegaan. En er zijn een paar genezingen, et cetera. Maar het mooie aan deze crisis is dat alle grenzen zijn gesloten. Ja. En op het moment dat de grenzen gesloten zijn, is in Congo en Congo is op zichzelf teruggekomen. En ze zijn op dit moment met het bestrijden van de corruptie. Dus hoge pieten worden nu aangepakt. Libanezen worden aangepakt, Belgen worden aangepakt en die zijn dus daar. Het is een soort soap. We zijn nu gefocust niet op het coronavirus daar, maar Ja. meer op de strijd tegen die corruptie. Dus Fix het land. Dat is ja, wat ik net ook zeg. ja, Als je even op je gat gaat, ja. als je vijand op En zijn dat gat is wat gaat, jij kan je zei hem van inhalen. het zijn nieuwe kansen. Het biedt ook Dat kansen. zijn nieuwe kansen. Ja. 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 Oké. En hoe gaat het met het aanpakken? En dus het mee-interview met jou, hè? Hoe gaat het met die corruptie van die hoge pieten in Congo? Nee, je moet het zo zien. Het gaat om heel veel bedragen. En het gaat bijvoorbeeld om drie mensen. Dus een Belg, een Libanees en de stafchef van het kabinet van de president, die allemaal ja, bijna 400 miljoen dollars zomaar verduisteren, die bedoeld was om sociale woningen en wegen te bouwen. En in plaats van die sociale woningen hebben ze dat geld naar Libanon, naar België, naar overal toe gestuurd. En er is dus niks aan het project. Dus, Ja. en dat is dus dat proces is openbaar. Het wordt live op de televisie gezonden. En het is ook historisch.
Als je Ja, mooi. ziet dat van de ene dag op een ander, iemand die met zo'n gevolg van militaire beveiliging liep, en die nu daar in zo'n cel zit. Het is zo mooi. En ik zou willen dat deze crisis, ja, sorry voor het coronavirus en de slachtoffers, dat moet ophouden, maar de grenzen mogen wat mij betreft nog Gesloten langer blijven. dicht. Ik vind niks mooier dan dit verhaal vanavond. Ja, Ja, ja. maar jij hebt ook hele goede contacten met de zwarte gemeenschap in België. Hoe gaat het daar? Daar gaat het naar omstandigheden goed. Ja. Waarom? Je hebt zoveel mensen die in de zorg werken. En als je bedenkt dat het coronavirus hier in Europa al langer was dan officieel is toegegeven. Dus dat betekent dat al die zorgmedewerkers blootgesteld waren aan het coronavirus, want zij werkten zonder bescherming, zonder te beseffen dat dat ding al bestond. Dus je hebt een hele groot aantal doden binnen de zwarte gemeenschap. Ja, en je hebt ook mensen die dachten, hè, van het coronavirus is voor witte mensen. En wij komen gewoon gezellig bij elkaar. We gaan naar de kappen en naar de ghetto. En de kerken die bleven gewoon doorgaan, maar dan stiekem. En daar heb je ook heel veel doden. Maar ik ga nu dit interview beëindigen. Het is super mooi. Het was super, super mooi om jou hier te hebben. En schroom niet. Als je in jouw netwerk iemand vindt waarvan je denkt, ik mag zo iemand interviewen. Het hoeft niet iemand belangrijk te zijn. En het coronavirus heeft ons laten zien dat iedereen belangrijk is. Dus ik wil jou hier hartelijk bedanken. En ook mensen thuis of onderweg of waar dan ook, bedankt. Ik hoor graag jullie kritiek, opbouwende kritiek, hè? Niet negativiteit en zo. Wij zijn niet van de negativiteit. En ik stel het heel erg op prijs dat je mij gevraagd hebt, Alfons. Je weet dat ik heel erg onder de indruk ben van wat je allemaal doet. En mijn complimenten nogmaals dat je dit platform gestart bent. Dit is hoe we het moeten doen als gemeenschap. Blijven zeuren over wat fout gaat, Nee, dat heeft negativiteit, geen zin, ja. daar haal je niks uit. Ja. Ga kijken naar wat we. Maak je klaar voor wat komt, is wat ik zeg. Super. Dankjewel en graag tot ziens. Dankjewel. Fijne Oké, avond. hetzelfde.